Van oudsher zijn ruimte en water met elkaar verbonden en is het integreren ervan een belangrijke opgave. De wateropgave is alleen niet meer de centraal gestuurde veiligheidsmaatregel zoals dat in de Deltawerken was. De omgang met water heeft een steeds sterkere weerslag op lokaal niveau. Streefkerk krijgt een hele brede dijk. Dat noemen we een klimaatdijk. Die is ongeveer 100 keer zo sterk als dat die zou hoeven te zijn volgens de norm. Maar dat doen we zodat er straks volop woningbouw kan plaatsvinden. Maar ook een mooie uitloop vanaf het dorp naar een plein aan de Lek. Dus dat je echt kunt flaneren hier straks en volop de schepen langs ziet komen. Ik denk dat de opgave ook is voor de komende decennia om bij de honderden kilometers dijkversterking die wij al moeten doen, maar die in heel Nederland moeten plaatsvinden, om te kijken of je dat meer en meer kunt combineren met kansen van bebouwing, natuur en initiatieven van onderaf. De kunst van de ruimtelijke ordening is ook om het zichtbaar te maken waarom het een discussie is. Als ik bij de rivier in de buurt woon en ik heb een paar keer meegemaakt wat het is als er hoog water is, dan is ook uit te leggen waarom die keuzes aan de orde zijn. Dus laten we voorkomen dat ruimtelijke ordening alleen maar een deskundige discussie is.